Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 5 voor 2 vanmiddag zien we dat het grootste deel van het land te maken heeft met bewolking. En uit het wolkendek valt ook van tijd tot tijd regen. De meeste neerslag valt vandaag in het westen, midden en noorden van het land. In het zuidoosten is de bewolking iets minder dik en daar valt ook niet of nauwelijks regen. Als we de computerberekeningen erbij gaan pakken voor de komende 24 uur. Dan zien we dat we voorlopig nog steeds wolken houden en ook neerslag. Dat zijn de blauwe plekken die we in beeld zien. In de loop van de nacht wordt het steeds vaker droog. En dan morgen overdag zien we dat geleidelijk ook het wolkendek gaat breken vanuit het westen. En dat betekent dus dat de zon meer ruimte gaat krijgen. Nou, vanavond is het nog niet zo ver. De bewolking overheerst. Er zijn nog steeds perioden met regen, de meeste neerslag nog steeds in de noordelijke helft van het land. Ook waait er nog een stevige zuidwestenwind, matig tot een zeekrachtig, soms zelfs nog hard, windkracht 4 tot 7, temperatuur rond een graad of 10. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Verder nog steeds veel bewolking, zeker in de oostelijke helft van het land. In het westen zien we, zoals we net op de modelberekening al zagen, dat de neerslagkansen afnemen en het misschien zelfs al een beetje opklaat. De wind blijft nog wel stovig doorstaan. Dan morgen overdag in eerste instantie nog die wolkenvelden in het oosten van het land. Misschien nog een beetje regen. In het westen van het land een enkel buitje. Maar vanuit het westen gaat de zon steeds meer doorbreken. En in de middag is het op de meeste plaatsen toch behoorlijk zonnig. En ook overwegend droog. Het is een paar graden frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 8 tot 10 graden. De wind waait verder nog steeds stevig uit het zuidwesten tot westen. Aan zee vaak nog krachtig. Maar pas in de avond gaat de wind wel afnemen. Dan dragen daarna woensdag. In de nacht is het behoorlijk fris. Temperatuur dicht bij het vriespunt in het binnenland. Kans op een graadje vorst aan de grond. Overdag eerst wat zon. Later neemt de bewolking toe en probeert een storing over het land te trekken. Maar die storing neemt eigenlijk in betekenis af en dat betekent dat de neerslag niet veel verder komt dan ongeveer het midden van het land. In het zuidwesten dus kans op wat regen in het Noordoosten overwegend droog. Middagtemperatuur rond de 12 graden. Op donderdag en vrijdag zijn een paar buien mogelijk, met name in de zuidelijke helft van het land. Maar er zijn ook perioden met zon. Verder daait de wind geleidelijk aan naar het oosten tot noordoosten. En die voert wat drogere lucht aan. En dat zorgt voor de contrasten tussen enerzijds wolken en anderzijds zon. De middagtemperatuur blijft zo rond de 12 graden uitkomen. In de nachten is het vaak net iets boven het vriespunt. En als we dan de 15-daagse erbij pakken, dan zien we dat ook terug. Er is een behoorlijk da grote dagelijkse gang. Dus grote verschillen tussen de nacht en de dag. Overdag veelal boven de 10 graden, misschien in de loop van volgende week zelfs richting 15 graden. In de nachten veelal iets boven het triespunt. Ik ben Ben Lankamp van Weerplaza.nl